In de Jacob Catstraat in Dordrecht is woensdagavond geschoten. De politie die naar de wijk Oud-Crispijn was toegesneld vond 2 gewonde mannen. Hun verwondingen zijn alleen niet door kogels veroorzaakt, maar door een eerder opstootje met andere mannen. De 2 gewonden, mannen uit Tilburg en Alblasserdam, zijn ook allebei aangehouden. De politie is nog op zoek naar 3 of 4 andere mannen die er na het schieten in een auto vandoor zijn gegaan. Ook zijn er sporen veiliggesteld en wordt er verder onderzoek gedaan naar het schietincident. De politie vraagt getuigen of mensen met deurbelcamera's in de buurt zich te melden.